Ik kan er niet bij dat je als kraanmachinist niet doorhebt dat onder je kraan zo'n 50 bezette oeverzwaluwnesten hebben gezeten en al die paniekerige ouders om je cabine geen lampje heeft doen branden. Einde voor deze oeverzwaluwen. Goedendag. Goedemiddag, meneer Samsom. U bent volgens Twitter een knurft, want u heeft de zwaluwen kapot gemaakt. Oh, nou, dat is niet zo fraai uitgedrukt eigenlijk, maar ik heb helemaal niks kapot gemaakt. Nee hoor, er zitten hier oeverzwaluwen, maar die zitten in een hoop grond die in het land ligt. En sterker nog, ik heb ze eigenlijk een prachtige plek gegeven. Kunnen we er even gaan kijken? Ja, natuurlijk, geen enkel probleem. Maar wat was er nou eerder, de kip of het ei? Of in dit geval de graafmachine of de zwaluw? Een paar maanden geleden hebben we je grond aan laten voeren. Vanwege, dat hadden we nodig om hier en daar het land wat op te vullen. Waar het wat verzakt was en waar wat kuiltjes zitten. En zo nu en dan scheppen we daar wat van weg. En de oeverzwaluw komt langs met een hele kolonie. En die denkt van, hey, maar dat is een mooie plek. Daar kunnen wij mooi eens een nestje gaan bouwen. Dus ja, die hebben dat ook gedaan. En ik vind het eigenlijk geweldig. Boer Samson houdt erg veel van vogels. En hij doet extra zijn best om ze te beschermen. Hij weet precies hoeveel er in zijn weiland zitten. We hadden dit voorjaar 61 weidevogelnesten. En ja, het is, ik zal gelijk verklappen. We hebben een vrijwilliger en die zoekt ze voor ons op. En die heeft een app, de Boerenlandvogelmonitor. En die app heb ik natuurlijk ook op mijn telefoon. En dan kan ik zien waar ik dan mijn plek niet moet maaien. Of waar ik, als de koeien daar lopen, dat ik er even uitraster, een lintje eromheen. En dan kunnen we die weidevogels heel makkelijk beschermen. En zo ziet u maar, een beetje onderzoek kan geen kwaad voordat u uw boze mening op Twitter plaatst. Boer Samsom haalt er ondertussen zijn schouders over op. Hij geniet nog even van zijn zwaluwen.